heb zoveel, dat is niet te vervullen, man. Ik bedoel, ik was 23 en toen kwam ik in de diac terecht. Met aderontstekingen. Ja. Maar ja, we waren 22 jaar verder en toen was ik mijn been kwijt en ik was mijn vingers kwijt. En daar nog twee vingers. Ja, en toen, ja, toen ging het aardig goed. Maar ja, toen kreeg ik het in één keer naar mijn hart, hè. En toen was het, als klap op de vuurpijl kreeg ik het, toen kreeg ik prostaatkanker. Nou, daar word je ook niet vrolijk van, hè. Het OMU-project staat voor Ouderenzorg Midden-Utrecht. En het houdt in dat kwetsbare ouderen uit de regio Utrecht worden opgespoord. En mogelijke problemen in kaart worden gebracht door een praktijkverpleegkundige. En dan wordt aan het eind gekeken of, ja, of, hoe het gaat. En of het helpt dat een praktijkverpleegkundige langsgaat bij de mensen. En hen probeert verder te helpen. Met als uiteindelijke doel ook, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En de regie houden over hun eigen leven. Mijn moeder die heeft een pacemaker. Ze heeft een, ze is diabetes, oudere diabetes zeg maar. Op een gegeven ogenblik begon ze dus ontzettend vergeetachtig te worden. En toen zijn we dus begonnen met de huisarts te informeren en zeggen, en die zei, ik begrijp het niet, ik ben laatst nog geweest, was zo'n kittige oude dame. Maar die kijkt er dus niet achter, hè. En die zegt van, nou, ik stuur mijn oudere verzorgende verpleegkundigen er naartoe en die komt er wel achter. Hm. Nou, en dat was ook zo. Voor veel mensen die alleen wonen, nog zelfstandig alleen wonen, ja, daar moet je alert blijven op ja, wanneer, ja, hoe kwetsbaar is het systeem. En het is ook letterlijk, het gaat goed zolang het goed gaat. Maar als er maar iets omvalt, dan valt er meestal een hele reeks om. En dat is nooit maar één stukje. En daar moet je alert op blijven. Ja. Het kan zijn dat de mensen niet weten waar ze de zorg kunnen vinden, waar ze terecht kunnen voor hulp. En mijn rol is dan om mee te denken en de overzicht wel te houden. En daarin een coördinerende rol te spelen. Je ging eens een keer naar de dokter. Hij wat had en verder werd er nooit over gepraat. Maar toen kwam die verpleegkundige in beeld. En dat is een steun, hoor. Ja. Want als er wat is, dan hoef je wat te bellen. Ja. En dan kun je vragen, hoe moet dat? Ze gaat 4 dagen in de week gaat ze dus naar de Bosrank. En dat heeft dus zuster Cornelissen voor elkaar gekregen. Dat via de CIZ en zo. De Bosrank is dus een plek waar mensen die dus eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen, maar daar dus dan opgevangen kunnen worden. En dat vindt ze heel erg leuk. De investering van tijd zit met name bij de praktijkverpleegkundigen. Dat is natuurlijk ook wat wij van hun verwachten. Dus mij scheelt de tijd. Want mij wordt heel veel uit handen genomen. Ja, mijn ervaring is dat je echt een contactpersoon wordt. Hè, wie de patiënt vertrouwt en de familie ook vertrouwt. En ook belt. Mensen bellen ons nu ook heel vaak zelf. En ja, als wij de mensen kennen, wij daar gelijk op inspringen. En wij ook het aanspreekpunt zijn voor andere disciplines. Mijn man is 8 weken geleden overleden. Hij had bij alle ziektes die hij had, is die prostaatkanker ineens zeer agressief geworden. Nou, Marianne, die kennen we natuurlijk in de loop der tijd erg goed. En zij kende ons goed. Dus dat is natuurlijk wel vertrouwd als je daar een gesprek mee aangaat. Wij vonden het gewoon allebei erg prettig dat ze er was. Ons idee is wel dat er de laatste tijd minder crisissituaties ook zijn geweest. En die signalen hebben we ook van huisartsen gehoord. En we denken dat dat te maken heeft met de inzet van de praktijkverpleegkundige om snel al in een situatie te stappen en al snel te komen met een zorgplan en hulp in te schakelen. Ik denk dat die mensen wel langer zelfstandig zouden kunnen blijven. Dat er wel een directe relatie is in de structuur van de zorg en een aanspreekpunt dichtbij en laagdrempelig om kleinere problemen ook te bespreken. En niet te wachten tot het iets groots is. Dus dat je veel tijdiger kan sturen, dat gaat helpen. Maar ja, het heeft ons wel veel opgeleverd en ik heb wel echt het idee dat we een veel beter en gestructureerder zicht hebben op deze kwetsbare groep. En dat wij ook hebben geleerd om daar op een goede en efficiënte manier gebruik te maken van de expertise van de verpleegkundigen.
Ja, nou ja, ik zie de toekomst natuurlijk wel hoopvol in hier. Want ja, met behulp van als er iets is dat Marianne ons helpen kan, dat is natuurlijk wel hoopvol dat ik hier kan blijven zitten. Nou, ik vind dat het fantastisch loopt dat wij dus veel minder zorgen hebben, omdat het allemaal op de rit staat. Dat is het allerbelangrijkste. En ik denk namelijk, als die verpleegkundigen er niet zijn, dat ongelukken gaan gebeuren. Hè? Dat er dus dingen niet geregeld worden die eigenlijk geregeld moeten worden. Dit geeft de hele zorg minder dat het allemaal dus zo geregeld is.